De samenleving is gevormd door het werk van pioniers. Mensen die baanbrekend werk verricht hebben, door van de gebaande paden af te wijken. In de serie Polderpioniers bezoeken we Nederlanders die de technologie met hun ideeën vooruit hebben geholpen. In de aflevering van deze week gaan we niet langs bij één polderpionier, maar twee. Kees Links en Vic Haaijes zijn beide belangrijke schakels geweest bij de totstandkoming van een technologie die wereldwijd onmisbaar is geworden. Wi-Fi. Wat ik me echt kan herinneren, dat is, er waren een aantal ingenieurs waren bezig om wat te pionieren op dit gebied. En er waren toen inderdaad, hadden mensen in huis draadloze telefoons. Dat was eigenlijk redelijk nieuw in die tijd. Maar als je iets met je computer wilde doen, dan moest je met een kabeltje aan je computer inbellen op de telefoon. Dan haalde je de telefoonlijn, die haalde je dan los bij de telefoon en die stak je dan in je computer. En dat is eigenlijk wel, dat vonden we eigenlijk wel van als je draadloze telefoons in huis krijgt, dan moet je eigenlijk toch ook draadloze computers in huis hebben. All right, thanks Boris. Yeah, hope it's not too cold there in Moscow. All right, bye. Do zvidaniya. Now that is connectivity. Here I am in the middle of nowhere, and yet in a matter of seconds I can connect to virtually any telephone in the world, and I don't even have any wires. Now of course the telephone industry is a bit ahead of the computer industry in that. But they follow the same path, the local phone exchange, local area network, the long distance carrier, wide area network, and now a global interconnection network. What we all want are computers that have that same intercommunication power, and it's coming. Today we take a look at the latest in connectivity on this edition of the Computer Chronicles. Maar ik kan me echt heel specifiek herinneren dat ik met twee of drie engineers hier in Nieuwegein op City Plaza. Dat we ergens moesten overwerken ergens aan en dat we bij elkaar zaten en dat we toen gezegd hebben van zou het niet leuk zijn als er zoiets zou komen als wifi? Maar ja, dat wisten we natuurlijk nog niet. Maar dat was eigenlijk wat ik me echt wel kan herinneren als het moment van commitment van hey jongens, dit is iets leuks wat iedereen een kick van kan krijgen. Daar gaan we eens ziel en zaligheid in gooien. Het idee om een product te ontwikkelen voor draadloze netwerken ontstaat eind jaren 80. Kees Links is in die tijd werkzaam bij NCR. Zij zoeken dan al een poos naar een manier om kassa's in warenhuizen zonder kabels aan te sluiten op de computers, zodat de indeling van de winkel makkelijk kan worden aangepast. We werkten toen allemaal voor NCR computers en NCR deed nogal veel in kassa's en kassaregisters en dat soort apparaten en daar kwam altijd toch wel veel bekabeling bij kijken en het was duur. Dus er was echt zo'n vaag idee van nou, we moeten eens met draadloze kassa's beginnen. Dat was eigenlijk was het idee van nou, weet je, kassa's worden net zoiets als computers. Misschien is draadloze computers wel net zoiets. En er was in die tijd ook al wel bedrade networking technologie. Dus het bedrade equivalent bestond. Het heette Ethernet of Token Ring of ArcNet in die tijd. Dus wij zeiden van, hey, als we dat nou eens gewoon draadloos kunnen maken, draadloos Ethernet. En dat was ook het eerste product. Het was eigenlijk een draadloos Ethernet product. Nou, niemand praat meer over Ethernet tegenwoordig. Maar als je op je kantoor nog een computer hebt vastzitten aan een kabeltje, dan is het geheid Ethernet dat daarvoor gebruikt wordt. Om wat idee te geven, dit was dus de lancering van ons eerste product in Amerika. En zo ziet het product eruit. Dus het is een full-size AT-kaart, zoals dat heet, die in een computer gestoken werd. Dit is de voorkant, dit is de achterkant. Je ziet al die componenten en componentjes en chips die daar dan op zitten. De grap is, dit is dus nu vandaag de dag geïntegreerd in één chip. Ja, dus, en dat past nu ook in je smartphone. Dus alles wat is het?
in 1990 zo'n hele grote kaart was en allemaal losse onderdelen waren. Dat is nu geïntegreerd in één klein blokje van 4 mm bij 4 mm en een millimeter hoog. En daar zit echt alles in wat dus hier ook in zat. Eind 1990 presenteren Links en zijn team Wavelan. Deze eerste versie werkt al erg goed en is snel. Maar de grote computerleveranciers blijken nog niet erg enthousiast. Computerleveranciers, met name Apple, ik kan me nog precies de reactie van Apple herinneren. Kom maar terug als het wereldwijde standaard is. Dus wij gingen echt achter ons hoofd krabben van hoe gaan we daar een standaard van maken. Dus dat werd ook de oprichting van 802.11. Maar er moest ook één wereldwijde frequentieband komen. En dat was ook het probleem van DECT, wat ik eerder noemde. DECT was in Europa, het een Europese frequentieband. En wij deden een product voor Amerika, wat precies in Europa midden in de GSM-band zat. Dus in Europa konden dat product nooit goedgekeurd krijgen. Dus toen is er heel momentum ontstaan om één wereldwijde frequentieband daarvoor beschikbaar te krijgen. En dat was gewoon de opdracht. Er moest een wereldwijde frequentieband komen. Om succesvol te worden, moest de nieuwe draadloze techniek voldoen aan standaarden. Die werden vastgelegd door het Institute of Electrical and Electronics Engineers, oftewel de IEEE. En dat is het moment dat Vic Haaiers op de hoek komt kijken. Hij is dé specialist op het gebied van standaarden. Nou, bij de computerindustrie is heel belangrijk dat de onderdelen aan normen voldoen. Dat willen de gebruikers graag. Denk maar aan de IBM PC, die toen die nog niet bestond, eigenlijk een markt had die versnipperd was door allerlei fabrikanten. En toen IBM met zijn PC kwam, toen draafde iedereen daar achteraan, want dan had je een grote markt. De softwarebureaus die gingen daarvoor software maken en de computerfabrikanten, de gebruikers, die vonden het fijn om zo'n apparaat te hebben. Dus toen NCR begon met de ontwikkeling, vroegen ze mij om een industriestandaard te maken, want ze wisten dat het erg belangrijk was om een standaard te hebben waaraan je voldoet, zodat mensen dat gaan kopen. Op dat moment is de IEEE bezig met het maken van normen voor computernetwerken binnen beperkte afstand, Local Area Networks. Haaiers ontdekt dat de IEEE al een goedgekeurd project heeft voor het maken van een draadloze uitbreiding van het tokenbusprotocol. Dit zou het team veel tijd kunnen schelen. Daar zijn we dus naartoe gegaan. Als we dus al een project hebben, dan hoeven we niet alle bureaucratie door om een project goedgekeurd te krijgen. Dan kunnen we meteen beginnen. Maar toen we daar in 1988 aankwamen en zeiden, nou, we willen daar meewerken. Ja, die groep is al lang inactief. De voorzitter heeft het opgegeven. Ze kwamen niet verder. Dus als je iets wil doen, moet je het voorzitterschap op je nemen. En dat doet Haaiers. Hij wordt aangewezen als voorzitter en gaat aan de slag om een nieuw protocol voor draadloze lokale netwerken te ontwerpen. 802.11. Inmiddels hebben Kees Links en zijn collega's al prototypes gemaakt voor de overdracht van 2 megabit per seconde. Bijna 10 keer sneller dan de concurrentie. En ook over beveiliging is goed nagedacht. We hadden in de standaard DES-encryptie ingebouwd. Toen bleek ineens dat DES-encryptie niet geëxporteerd mocht worden uit de Verenigde Staten. Want het moest in de Verenigde Staten blijven. Ik heb zelf het idee dat in Amerika de overheidsinstanties wisten hoe ze DES moesten kraken. Heb ik nooit het fijne van gehoord. Wij hebben een alternatief, samen met een ander Nederlands bedrijf hebben een alternatief bedacht. Hebben we AES genoemd, Advanced Encryption Scheme. We kregen gelijk de Nederlandse Veiligheidsdienst op ons dak, die gestuurd was door de Amerikaanse Veiligheidsdienst. Was dat wel te kraken? Nee, het was niet te kraken. Hoe gingen we beveiligen dat het niet werd geëxporteerd naar een aantal landen waar het niet naar geëxporteerd mocht worden?
Dus we hebben op datacommunicatieniveau, ja, hebben we eigenlijk altijd gelijk heel veel aan beveiliging gedaan. Door de hoge prijs en het ontbreken van een standaard sloeg Waveland nog niet echt aan. Om de techniek tot een echte standaard te maken, moet de IEEE-commissie nog besluiten over belangrijke eigenschappen. Zoals het zogenaamde Medium Access Control, de uitbreiding met nieuwe modulatietechnieken en het eventuele gebruik van de 5 GHz frequentieband. In Nederland, dus in ons NCR-team, kwamen in het begin de voorstellen van Wim Diepstraten voor de Medium Access Control en Jan Boer voor de modulatietechniek, direct sequence. En Jan Boer bracht ons voorstel om een 8 megabits per seconde voorstel in te brengen. Maar helaas haalde hij het niet, omdat een concurrent dus een gaatje had gevonden in de regelgeving en op 11 megabits per seconde terechtkwam. Uiteindelijk zijn Lucent en die concurrent, dat was Harris, toen samengegaan en hebben gezamenlijk een voorstel ingediend. En omdat er dus dan 2 leveranciers de stemmen inbrengen, krijg je meteen al een hogere status en is de kans dat jouw systeem gekozen wordt groter. En het werd gekozen. Uiteindelijk wordt in 1997 de 802.11 standaard internationaal geaccepteerd. Het moment waar Kees Links en Vic Hayes samen met hun teams lang op hebben gewacht. Grote fabrikanten staan in de rij om de standaard te verwerken in hun producten, waaronder Apple. In 1998 toen kregen we een telefoontje van een van de luitenanten van Steve Jobs. Van kun je volgende week maandag Waveland aan Steve Jobs presenteren, want hij is daar wel geïnteresseerd in. Nou ja, ik met mijn slide deck, want PowerPoint hadden we toen nog niet, we hadden echt slides die je op een overhead projector legde. Ik met mijn slide deck naar Cupertino toe, weer een keer naar Apple, om weer een keer te vertellen over draadloos netwerken. Nou, de aap kwam al heel snel uit de mouw. Apple was bezig met iets wat later gelanceerd zou worden als de Apple iBook. Want tot die tijd deed Apple alleen maar desktopmachines. Maar ze wilden ook in de laptops. Iedereen had laptops. Dell had laptops. Sony had een laptop. IBM had laptops. Compaq had laptops. Apple had nog geen laptops. Die wilde ook de laptop space in. En Steve Jobs die zocht naar wat hij noemde een unique differentiator. Ja, iets om zijn laptop anders te maken dan al die andere laptops out there in de markt. En hij dacht van nou, dat kon wel eens draadloos worden. Dus daarom kregen wij dat telefoontje. En ik ben dus naartoe gegaan. Ik heb presentatie gegeven aan Steve Jobs, wat heel gemakkelijk was. Want Steve Jobs die weet wel te praten. Dus jij legt je slide op de overhead projector. En Steve Jobs die vertelt wat hij nodig heeft. En dan vertelt hij jou van volgende slide. En jij legt je volgende slide op de projector. En Steve Jobs gaat weer verder. En na vijf slides vraagt hij van is het duidelijk? En dan loopt hij de meeting uit. Okay. And see what's on CNN. Oh, there's CNN, you can see. And maybe I'll go to Disney here. You know, I can work. Come on over here. Let me show them show these guys how it works. Come on over here. You want to sit behind me there? Yeah. I can just go to Disney.com here. No wires. No wires. What is going on here? We are really excited to announce, in addition to iBook, Airport wireless networking. Dat was eigenlijk het begin van een jaar hele intensieve samenwerking. Om het product precies zo te hebben als Apple het wilde, geïntegreerd in de iBook. En bij de lancering van de Apple iBook was dus Waveland de unique differentiator. En daar waren we natuurlijk apentrots op, want het was echt, het voelde op dat moment ook als het moment van doorbraak in de markt. Waar al die jaren hadden we wel wat verkocht hier en daar,
Maar ja, dit was... Nou werd het echt... En dat werd het ook. En je kun je afvragen... Nou, bij Apple waren we langs geweest... maar we waren ook bij Dell langs geweest... en bij IBM en Compaq. Die hebben allemaal verteld van... zou het niet handig zijn... als je wifi in je laptop had zitten. En... Ja, misschien wel. Het kwam er niet echt uit. Het was heel interessant. We hebben toevallig een interne e-mail van Dell in handen gekregen. Was niet de bedoeling. Maar heel ergens onderaan stond een hele boze e-mail aan zijn eigen mensen. Van... waarom steelt Apple iedere keer de show en hebben wij geen draadloos LAN in onze laptop? Ja, Apple voelde dat haar fijn aan. En die heeft dus een heleboel gewicht, een heleboel marketinggewicht achter de iBook gezet met draadloos LAN. En alle andere computerleveranciers die waren ineens aan het rennen om ook draadloos LAN in hun computers te krijgen. En onze business die ging echt van sappelen, van 1991 tot 1999. Nou ja, Apple ging al torenhoog de lucht in, maar ja, iedereen kwam erbij. Dus dat was eigenlijk wel het speciale moment dat die hele droom die je had, dat alle computers, zoals nou gewoon van ja, wifi zit er gewoon op en in en aan, ja, dat ineens gebeurde. Dus dat was ook wel heel erg leuk. De doorbraak van draadloze netwerken via WaveLAN was een feit. Maar ondanks de standaard die was vastgelegd door de IEEE, communiceerden lang niet alle producten met elkaar. Dus toen hebben we een associatie opgericht, los van de IEEE. Dat heette de Wireless Ethernet, want dat was een beetje de soortnaam. WaveLAN was ons product, maar de soort was wireless ethernet. Draadloos ethernet. Wireless ethernet compatibility association. Want we wilden dat al die draadloze ethernet compatibel met elkaar zouden zijn. Nou, dat was WECA. Wireless ethernet compatibility association. Nou, dat liep niet zo lekker over de tong. In de board is dus druk gesteggeld over kunnen we iets jazziers vinden. En ja, toen is, nou ja, dat is dus een heel brandingproces geweest. En uit dat brandingproces is Wi-Fi, Wireless Fidelity. Dus het is een soort van play op Hi-Fi, High Fidelity. Is Wi-Fi uitgekomen met het Wi-Fi logo. En ja, het is nu bijna 15 jaar later. Er is nog niks aan veranderd in wezen. Ja, misschien dat er ook weer wat bochtjes geweest zijn van de verschillende soorten Wi-Fi. Maar... dus eigenlijk is het nog steeds heel erg hetzelfde. Kees Links is tegenwoordig directeur van Greenpeak. Dit bedrijf specialiseert zich op het gebied van radiocommunicatiechips voor smart home en Internet of Things toepassingen. Dus wij zijn ons gespecialiseerd hier bij Greenpeak op ja, hele lange batterijlevensduur. Of dat je geen batterijen nodig hebt. Hè. Dat je een lichtschakelaar indrukt en door de energie die je opwekt bij het indrukken van de lichtschakelaar, dat die energie al genoeg is om, ja, om de datacommunicatie te doen. Nou ja, we fietsen allemaal in Nederland, dus we kennen allemaal het systeem van de dynamo's. Ja? En nu wil iedereen met zijn verlichting met batterijen hebben. Maar ja, je kunt natuurlijk gewoon een dynamo op je fiets hebben. Dat is het groenste wat je maar kunt voorstellen. Dus wij dachten ook van ja, we maken alles groen in huis. Ja, geen batterijen of heel weinig batterijen in ieder geval. Heel laag stroomverbruik. Het miljardste van wifi, of het 100 miljardste van wifi. Ja, en je kunt jaren met batterijen mee. Of je hebt helemaal geen batterijen nodig. Nou, en dat ben Greenpeak. Vic Hayes is 10 jaar voorzitter geweest van de IEEE-commissie. En is daarna onder andere werkzaam geweest voor de TU Delft. Zijn baanbrekende werk heeft hem de reputatie de vader van wifi opgeleverd. Tegenwoordig is hij niet meer betrokken bij de ontwikkeling van de standaard. Wat ik wel doe is, als er weer eens een test komt over wifi, dat ik erin duik. Maar het is nou, zo complex geworden, dat ik heb zo lang niet meer echt de technische kant bekeken, dat ik het niet meer trek. Dus dat heb ik nou opgegeven. Ik probeer nou echt als een gepensioneerde te leven.
In de volgende en laatste aflevering van deze serie Polder Pioniers bezoeken we Teus Hagen. Hij was begin jaren 80 verantwoordelijk voor het eerste Europese Unix-netwerk en speelde een belangrijke rol bij NLNet, de eerste Nederlandse internetprovider.